Beste kijkers, welkom vanuit de Cristal Arena deze keer. En dat allemaal voor de oefenwedstrijd tussen Genk en PSV. Beide ploegen eindigden derde in hun competitie. Dus voor Genk was dat toch wel een waardemeter. Want u weet het, Genk had de eerste 5 oefenwedstrijden gewonnen. Maar tegen niet zo sterke tegenstanders. Maar dit PSV had bijvoorbeeld 4 EK-gangers in huis. Dus dat was toch andere koek. Genk PSV, een verslag van Niels Christiaans. Racing Genk PSV, dat is ook de terugkeer van ex-Belgisch bondscoach Dick Advocaat op de Belgische velden. Het is het team van Advocaat dat voor het eerste gevaar zorgt. De kopbal van Matafs gaat voorlangs. Racing Genk komt er zelden uit. Hier vindt Joseph Monroe's Kennedy. Zijn schot verdwijnt ver naast. PSV is baas en komt op het half uur bijna op 0-1. Strootman knalt de bal op de paal. De daaropvolgende hoekschop is wel raak. Bouma tot bij Marcelo, 0-1. Dubbele pech voor Racing Genk, want Sandomierski moet geblesseerd naar de kant. In zijn plaats komt Keuteles. Bij PSV ook enkele EK-gangers zoals Jetro Willems. Hij stuit hier op Keuteles. Aan de overkant nog eens een speldeprik van de thuisploeg. Joseph Monroos vindt Benteke, maar hij krijgt de bal niet onder controle. Het blijft 0-1 aan de rust. Dat ziet ook ex-Oranje bondscoach Bert van Marwijk. Na de rust gaat PSV op zijn elan verder. Jermaine Lens kapt zich goed vrij en knalt dan op Keuteles. De thuisploeg probeert het evenwicht te herstellen. Fabien Camus krijgt voor dit schot toch de handen op elkaar. Een van de smaakmakers bij PSV is Dries Mertens. De kleine Belg toont dat op deze manier. Magistrale vrije trap, Keuteles is kansloos. 0-2 na een uur voetbal. Mario Been brengt ook wat jong bloed in het team voor het laatste kwart wedstrijd. Monroos en Camus eruit voor Masika en Schrijvers. En dat loont, want Masika toont meteen zijn spurtsnelheid. Zijn schot geraakt wel niet voorbij Waterman. Ook de jonge Siebe Schrijvers, volgende week 16, toont meteen lef. Zijn schot gaat net naast. Genk PSV 0-2 dus. En de trainer van Racing Genk, dat is Mario Been, staat naast mij. Goedenavond Mario. Wat heb je onthouden van deze wedstrijd? Was het, ja, ben je tevreden eigenlijk? Nou, tevreden niet. Ik vind dat het een heel groot klasseverschil was. Ik vond PSV de veel betere ploeg. Gelukkig zijn we die vorig jaar niet tegengekomen in onze competitie. En zal dat ook dit jaar niet gebeuren. Want dit is gewoon een internationale ploeg met enorm veel kwaliteit en talent. Dus ik vind dat ook geen schande. We hebben onze tweede helft een klein beetje aangepast op basis van het feit dat we er gewoon niet aankwamen. We hebben voorin nagenoeg geen bal vastgehouden. En op het middenveld kwamen we steeds een man tekort. Nou, dat heeft PSV gewoon heel goed gedaan. Dat heb ik ook in de rust tegen de ploeg gezegd. Dat is een kwaliteit die we hebben. Dus toen hebben we ons iets aangepast. En toen hebben we nog een goal tegengekregen. Ik vind al met al dat we te weinig zelf gecreëerd hebben. En ja, constant achter de feiten hebben aangelopen. Dus wij hebben nog 2 weken te gaan om daar klaar te zijn voor Cercle Brugge. Nog heel even wat met Sandomierski. Ja, het is op dit moment de ziekenbolg is een beetje aan het vollopen. Koulibaly, weet je, die is een tijd eruit. Nou, Sandomierski is gevallen. En we weten niet hoe ernstig de situatie is. Dus dat wordt morgen nagekeken. Jeroen Siemijs, een voetprobleem. Die moet naar het ziekenhuis voor een foto. En ja, allemaal kleine pijntjes. Maar ja, die gebeuren ook door middel van de zware voorbereiding. Ja. Dus laten we hopen dat over 2 weken iedereen weer genezen is. Maar dat tikt daarna. Barda is er ook niet bij. Vossen. En vandaag, ja, dit Racing Genk is niet meteen klaar voor de competitie. Had ik zo de indruk. Ja, weinig begeistering ook. Ja, begeistering. Dat lijkt al gauw als je natuurlijk constant achter de feiten aanloopt. En een ploeg heeft een man meer op het middenveld. Ja, dan kom je uiteraard overal te laat. En dan ziet er al gauw uit als dat mensen geen zin hebben. En zo heb ik het niet gezien. Ik vind dat gewoon het klasseverschil in de manier van spelen was gewoon te groot. Dus. 4 EK-gangers ook en derde in de competitie en zo. De Bruyne, die is er natuurlijk niet meer bij. Je hebt Gorius, daar wordt veel over verteld. Maar hij is 27 en hij heeft nog nooit bij een grote club gespeeld. Is dat geen minpunt? Je hebt hem ook op de linkerflank gezet trouwens. Nou ja, daar heeft hij ook bij Mechelen een heel jaar gespeeld. Dus wat dat betreft is dat niks geks. Julien is zoekende. Heeft in de tweede minuut heeft hij al een ijsbeentje opgelopen. Een knietje in zijn boven. Ijsbeentje? Ja, dat heb ik me ook laten vertellen dat zo in België heet. Maar bij ons heet het een knietje in je bovenbeen. Ja, dan wordt dat stijf. En daar heeft hij nagenoeg de hele eerste helft mee lopen spelen. Dan had hij misschien wat sneller beter kunnen aangeven. Maar ik zie dat Julien gewoon heel veel kwaliteit heeft. Maar ook die heeft nog tijd nodig. Wat is er nog nodig in de selectie om er een goede selectie van te maken? Want je bent wel tevreden over de selectie, denk ik, hè?
Ja, nou goed, nagenoeg staat het hele elftal er dadelijk als Jelle weer terug is, die ook vorig jaar derde is geworden in de Belgische competitie. We hebben ons dan links en rechts versterkt. Nou, Koulibaly kan ik nog geen zinnig woord over zeggen op basis dat hij niet getest is in grote wedstrijden. Helaas op dit moment geblesseerd is. Nou, Steven Monroos kunnen we wel zien dat hij kwaliteit heeft. Dat geldt ook voor Julien. Ja, en voor de rest zullen we het moeten afwachten. Maar en dat weten wij intern ook, de kern is nog niet klaar. Je weet, het bestuur heeft ook gezegd, vorig jaar derde geëindigd, fantastisch, daar niks van. Maar het was een beetje een hobbelige parcours in de competitie. Heel weinig uitwedstrijden gewonnen, dat is een werkpunt denk ik, hè? Absoluut, dat hebben we ook intern besproken, maar ook met de ploeg zelf. Wij willen uiteraard in onze uitwedstrijden wat meer wedstrijden winnen, want dan wordt het alleen maar makkelijker. Maar nogmaals, ja, dan zal je beter moeten acteren dan we vandaag gedaan hebben. Je kan uitstekend Nederlands praten, je bent verbaal echt heel goed, maar je zit wel met 5 Franstaligen. Dit is België. Hoe ga je daarmee omgaan? Want jij en Visser, ik weet niet hoe met jullie Frans is. Is dat ook... Pour moi, c'est pas un problème. Je parle toute la langue, non? Is dat voldoende? Hebben de mensen dat begrepen? Ik heb gezegd dat ik haast alle talen spreek, dus het is geen probleem. Nee, maar je weet, dat kan een probleem zijn. Het zou een probleem kunnen zijn als iemand er een probleem van zou maken. Maar ik maak er geen probleem van op basis van het feit dat onze voertaal in de kleedkamer, hoe gek het ook is, Engels is. Dat is heel jammer. We gaan proberen om zo snel mogelijk ook die Franse jongens een klein beetje Nederlands te leren. Waardoor het allemaal toch wat makkelijker wordt. Want inderdaad, je hebt gelijk, het is soms een Babylonische spraakverwarring. Maar aan de andere kant... Het voetbal is eigenlijk een internationale taal en nogmaals, daar zullen we dit jaar geen probleem van hebben. Heel even nog, wat je vorig jaar heel goed hebt gedaan, is die jonge mensen binnenbrengen. Dat is jouw basiskwaliteit, een van jouw kwaliteiten. Sybe Schrijvers, 15 jaar, hè? En hij deed het niet zo slecht, hè? Nee, maar goed, ik moet altijd voorzichtig zijn, want ik ben ook altijd iemand die iemand vrij snel veer in zijn kont stopt op basis van het feit dat hij talent heeft. Nou, Sybe is ook weer zo'n jongen. Alleen al die andere jonge spelers, ja, die zijn nu een jaar verder. En daar verwacht ik dit jaar gewoon veel meer van. Ja, en Sybe is een jongen die gewoon nu mag ruiken aan het grote werk. Maar nogmaals, als hij mij laat zien dat hij beter is dan een ander, gaat hij gewoon spelen. Ook al is hij maar 16? Ook al is hij maar 16. En Ayoub, Limbombe, die jongens moeten ook komen natuurlijk. Die moeten nu weten dat dit hun tweede seizoen wordt. Dat ze deel uitmaken van deze kern. En die zullen dus stappen moeten gaan maken in alles wat ze moeten doen op het veld. Okay, prima. Geniet van de fandag, zou ik zeggen, Mario. En we hebben ook een interview of 2 interviews klaarstaan met die jonge Genkse spelers. En een van die jonge spelers is Sybe Schrijvers. Hij speelde zijn eerste thuiswedstrijd hier op Genk. Ik denk dat we niet slecht hebben gespeeld. Maar PSV is een heel groot team. En... Veel ruimtes op middenveld, die waren moeilijk te belopen. Ik vind het fantastisch om hier te spelen. Ook al was er niet zoveel volk, ik hoorde de supporters toch. En dat geeft ook een extra boost om te voetballen en te lopen en gewoon beter te doen. 15 jaar en al hier mogen spelen. Volgende week word je 16, maar toch 15. Fantastisch, hè? Ja, ik denk dat er niet veel jongens zijn die daar dat kunnen zeggen. Maar ik heb heel veel geluk en ik geniet er echt met volle teugen van. Toch nog wat werkpuntjes bij Genk, zou ik zeggen, hè? Ja, het is ook de voorbereiding en daar moeten we aan werken. Dus we zullen wel zien aan het begin van het seizoen. Samenvattend, wat te zeggen over deze wedstrijd nog eens? Ja, het is een match om erbij te leren en dat is wat. Oké, okay, bedankt Jordi Kroes. Dat was Jordi Kroes, een van de vele jonge Genkse spelers. En naast mij staat een iets oudere speler van Racing Genk. Dat is Jelle Vossen. Jelle, wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik vond PSV eigenlijk sterk voor de dag komen. Met heel hoge balcirculatie. En we vonden daar niet direct een antwoord op. Ik vond het bij momenten iets te slordig. Maar dat is misschien wel eigen aan de voorbereiding. Dus laten we hopen dat het binnen 2 weken toch nog wat beter kan. Hoe is het met jouw buikblessure eigenlijk? Ja, het gaat de goede kant op. Ik ben nu individueel aan het trainen met Gert van Deurzen. En tot nu toe gaat het allemaal zonder problemen. Dus laten we hopen dat het zo verder gaat. En dan zullen we wel zien wanneer ik fit ga zijn. Maar ik verwacht er geen grote problemen. De selectie van dit jaar. De Bruyne is weg. Dat is toch wel een gemis. Is deze selectie op dit moment even sterk dan vorig seizoen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Omdat vorig seizoen waren er natuurlijk veel automatismen. Vooral in de aanval dan had Kevin, mij, Benteke, dat liep allemaal heel goed. We vonden elkaar blindelings en die aanvoer van Kevin gaat nu voor een gedeelte wegvallen. En het zal vooral belangrijk zijn, denk ik, hoe dat dit seizoen gaat lopen. Dus dat is nog een beetje afwachten, maar ik heb er wel een positief gevoel aan. Iets anders nu, ik las op Facebook dat je ook bezig, dat je een website hebt met schoolartikelen. Jelle Vossen wordt een merk of hoe zit dat precies? Ja, heel veel moet je daar natuurlijk niet achter zoeken. Ik wil gewoon...
ja, iets brengen voor de, ja, de jonge supporters van Genk. En, ja, soms is het moeilijk om tijd te vinden om al die mannetjes ja, tevreden te stellen met een handtekening of een foto. En daarom leek me dat een goed alternatief. Jelle Vossen wordt een beetje een merk dan. Ja, een merk natuurlijk. Ik moest er een naam aan geven en dan leek dat de meest logische. Dus, maar ik zeg het, veel moet er niet achter gezocht worden. Ik wil gewoon iets doen naar de jonge supporters toe. En ik denk dat op dit moment van het jaar misschien wel een goed idee was. Je weet welke vraag ik nu ga stellen? Nee. Blijf je of blijf je niet? Want dat is toch een vraag die iedereen zich toch een beetje afvraagt. Ja, oké, dat is misschien logisch dat mensen zich dat afvragen. Maar ik heb een contract bij Genk, ik ben hier heel gelukkig. Nu val ik weer in herhaling, want ik heb het altijd al gezegd. Maar ooit wil ik een stap maken naar het buitenland. Dat is altijd mijn ambitie geweest. Maar ik ga helemaal niet klaar. Ik ben hier enorm gelukkig. Dus op zich zijn dat luxe problemen. Maar het is ook zo, als je nu nog 3 weken wacht of 4 weken wacht en bij die nieuwe ploeg moet je dan ook helemaal integreren. Dat wordt ook moeilijker natuurlijk. Hè? Zijn er al veel clubs die hebben aangeklopt? Nog niet meteen, hè? Nee, maar ik hou niet van er te veel over te praten. Als er is niks concreet wat gemeld moet worden. Dus zo gauw dat wel zo is, dan zal ik daar wel iets over zeggen. Maar op dit moment lijkt me dat veel te voorbarig. Prima, verzorg je en bedankt voor het interview. Dan gaan we nu verder met de Fendag, want er is natuurlijk heel wat te doen over eventuele versterkingen van Genk. En ook wat denken de supporters eigenlijk nu over dit huidige Racing Genk, dat vorig jaar derde eindigde. Is dit Genk sterk genoeg om het seizoen te doorstaan of niet? Wij gingen op zoek naar het antwoord hier in de buurt van het stadion, want hier had natuurlijk de Fendag plaats. Aan de top! Binnen de top 3! Racing Genk! Wat denk je van Genk dit seizoen? Ik denk dat ze wel een degelijk seizoen tegemoet gaan. Dat ze goed hebben ingekocht deze zomer, dus ik zie het wel met vertrouwen tegemoet. Ik denk dat het dit jaar een heel goed seizoen gaat worden. Volgens ik gezien heb woensdag toch alweer en de vriendenwedstrijden, denk ik dat het een heel goed seizoen gaat worden. Het is wel jammer dat de Bruin is weggegaan, maar ze hebben toch redelijk goede aankopen gedaan met Corieus en Mongoos, Koulibaly, ook namen die wat minder bekend zijn, maar ik denk toch dat ze het redelijk goed zullen doen dit seizoen. Natuurlijk, Genk ambieert de top 6. Dat verwacht ik ook wel. Voor mij doelstelling, of voor mij is het in orde als ze Europees voetbal weer halen. Voor het 5e jaar op rij zou het dan zijn. En het zou zeer mooi zijn als ze dat zouden kunnen halen. Met de Champions League hebben ze ongeveer 11 miljoen gekregen. En met de Bruin ongeveer 9. Dus ik denk dat ze nog wel ietsjes meer moeten bijkomen. Een linksbak en nog een middenvelder erbij of centrale verdediger. Maar in principe zit het allemaal goed, denk ik. Ik vind dat eigenlijk wel meevalt. Dan hebben ze nog eventueel een fatsoenlijke spaarpot om in de winter eventueel iets recht te trekken, mocht blijken dat ze nog ergens iets nodig hebben. Ik hoop dat er nog wat bij komt. Vooral centraal verdediger nog. Ik denk dat ze zeker wat nodig hebben nog. En hoeveelste denk je dat ze gaan worden? Ik denk tweede. Net geen kampioen? Nee, net niet. Dat was de stem van de supporters en ook de stem van de voorzitter is belangrijk of kan belangrijk zijn, want Herbert Hoube staat nu naast mij. Goedenavond, voorzitter. We hebben zojuist de supporters gehoord. Ze waren tevreden, maar ze zeggen er moet bijvoorbeeld een centrale verdediger bij. Ja, zo gaat dat, hè? Wel, ik kan begrijpen dat ze dat zeggen, want er is enige gekwetst. Nu, dat is het werk van de sportieve cel en ik denk dat die ook wel weten dat we nog niet klaar zijn met de kern. Dus ik denk dat het nog wel nodig is dat we iets doen. Wordt dan gewerkt. Bent u tevreden over de selectie zoals ze nu is? Ik denk dat we mogen blij zijn met de kwaliteit die we hebben. Er zijn wat spelers vertrokken, er zijn ondertussen wat bijgekomen. Er zijn nieuwe beloftevolle jongeren toegevoegd aan de kern. Dus het zit goed, maar ik denk niet dat we al 100% klaar zijn. Wat je heel vaak hoort is, er kan een naam bij. Er moet nog een naam bij, een echte sterke speler. Deel je die mening ook? Wel, ik denk dat we eigenlijk alleen maar goede spelers moeten halen. En hoe die heten, dat vind ik niet zo belangrijk als ze maar goed kunnen voetballen. Heel even over het loonbudget, dat is ook belangrijk. Jullie zeggen van 9 miljoen naar 11 miljoen euro. Betekent dat jullie competitief kunnen zijn met een Brugge en bij een Anderlecht? Wel, ik denk dat zeker een Anderlecht nog een maatje te groot is. Brugge zal ook nog iets hoger zitten, maar ik denk dat je dan een België gehad hebt. Wat? Want als jullie dat loonbudget naar 11 miljoen euro zetten, dat is een forse stap voorwaarts. Wat is voor u de ambitie van dit Racing Genk dit seizoen? Wel, de mogelijkheden die we hebben dit seizoen, die dwingen ons de lat hoger te leggen. Dus dat wil zeggen dat wij minimum top 3 moeten halen. Voor ons is top 3 halen een must. Minimum